Voor de wedstrijd tegen FC Utrecht stond de teller op 999. Het jubileumdoelpunt werd in de eerste helft gescoord door Gerald Sibon. De allereerste werd op 25 augustus 1990 gescoord door Maarten de Jong in de thuiswedstrijd tegen Volendam. De redactie van Heerenveen TV heeft op basis van uw massale respons een prachtige top 10 van mooiste doelpunten kunnen samenstellen. Een hele verre trap van Waterman, die goed valt voor Hakansson. Oh, wat een mooie! Zo, wat zit hij erin, zeg! Nou, wat een prachtig schot, zeg! Wat een schitterend schot, daar had helemaal niemand op gerekend van Grindheim. Hansson. Van een verschrikkelijk afstand, met een verschrikkelijk doelpunt. Na 6 minuten voetbal in de tweede helft. Geen muur. Ja, nu gaat Van Hooydonk daar in de baan staan van het schot. Afonso Alves van heel ver. Maar die bal gaat erin. Nummer 31. Afonso Alves opent de score namens Heerenveen. Met een vrije trap die er eigenlijk niet in mag. Maar dat gebeurt wel. Huntelaar, oh schitterend, Huntelaar voor zijn derde kant nog een bal uit, Huntelaar, fantastisch, dat is nummer 3, met aan de basis de vrije trap voor Heerenveen naar de overtreding van Van Hooydonk. Afonso Alves doet het ineens en ja, hij doet het ineens, onvoorstelbaar toch, hij raakt geen knikker vanavond, Afonso Alves. Maar hij raakt er eentje wel heel erg goed en het is weer gelijk. Dat waren de nummers 10 tot en met 2 uit de verkiezing. En de mooiste goal die komt uit dezelfde wedstrijd als het doelpunt dat als tweede is geëindigd. Wij zijn nu op het veld van de Apeldoornse Boys. Daar traint Go Ahead Eagles. En de man die het doelpunt maakte, die maakt tegenwoordig deel uit van de technische staf van Go Ahead Eagles. Het is Paul Bosveld. Wij gaan terug naar 6 november 2005. Zondagmiddag. Heerenveen leidt met 1-0 tegen FC Groningen. Heerenveen valt aan. Doelman Roorda van Groningen komt zijn doel uit en hij kopt de bal in de richting van de middenlijn naar Paul Bosveld. En dan? Hij kan het nog. Zo wordt het 2-0 voor Sportclub Heerenveen. Roorda is geslagen. Het is een schitterend doelpunt en we gaan er nu even echt naar kijken. Een makkelijke vangbal voor Waterman. De counter is snel. Roorda is op tijd. Bosveld kan het van heel ver proberen en doet het uitstekend. Die bal gaat erin. Wat een prachtige goal van Paul Bosveld. Dat was hem. De 2-0 van Paul Bosveld bij Heerenveen FC Groningen. Wat staat je er zelf nog van bij van die goal? Het is sowieso altijd een leuke wedstrijd om tegen Groningen te spelen, want er zat veel omheen. En we kwamen al best wel snel een beetje gelukkig voor op 1-0. Dit was wel sowieso een lekkere goal om 2-0 te komen in zo'n wedstrijd. Ja, de manier waarop, je ziet de keeper uit zijn goal komen ver, wegkoppen.
Hij komt precies voor je voeten en ja, je denkt helemaal niet na, je doet gewoon. Kan niet, hè? Daar heb je geen tijd voor. Kan sowieso niet, maar ook er was geen tijd voor. Maar die bal stuitte precies en eigenlijk kon ik gewoon door blijven lopen. En het was een kwestie van goed raken en ik raakte perfect. En hij gaat eigenlijk in een strakke lijn gaat hij richting doel. En dan moet je een beetje geluk hebben dat je met stuiteren niet te vroeg stuitert. En het grappige was dat Samaras al een half uur stond te juichen. Je kan het nog, hè, zagen we net. Ja, andere omstandigheden. Het is nu denk ik iets kouder. Maar als je een paar keer oefent, dan lukt het wel. En toen was het één keer proberen, één keer raken. En dat gebeurt natuurlijk niet vaak. En dan moet alles net passen. Huntelaar scoorde die middag nog met een omhaal. Samaras scoorde, dat doelpunt is als tweede geëindigd. Jouw goal als eerste. Drie fantastische doelpunten in één wedstrijd. Eigenlijk ook ongelooflijk, hè? Ja, dat klopt. Die goal van Sammy was een hele mooie sleep op de achterlijn. Omhaal van Klaas. Dus ja, het was, wat dat betreft was het echt een hele leuke wedstrijd voor ons. En voor iedereen die dan iets met Heerenveen heeft. Dus kijk, als je wint is het sowieso al mooi. Maar dat soort goals geven dan net iets meer, iets mooiers aan zo'n overwinning. Het doelpunt is door fans van Heerenveen gekozen tot mooiste goal ooit in de Eredivisie. Want inmiddels heeft Heerenveen er 1000 gemaakt. Maakt dat je trots? Ja, dat is hartstikke leuk. Ik bedoel, je kan 100 goals hebben gemaakt, maar één zo'n goal heeft dan uiteindelijk toch wel meer impact over het algemeen. En dat zie je ook bij de mooiste goals uit de Eredivisie waar die bij zit. Ja, natuurlijk is dat leuk. Het overkomt je. Hoeveel spelers overkomt, dat zijn er maar weinig. Dus dat is hartstikke leuk om mee te maken. En het scheelt ook wel weer. Het is ook leuk om regelmatig terug te zien. Dus wat dat betreft is het alleen maar erg positief. Hoe kijk jij terug op de twee seizoenen Heerenveen? Ja, voor mij was het na Engeland een erg leuke club om terug te komen in de Nederlandse competitie. Een erg leuke tijd gehad en uiteindelijk ook goed gedaan. Twee keer Europees voetbal gehaald. Een beetje ongelukkig in de laatste play-offs. Maar ik denk wel gezien ook de omstandigheden. Het eerste jaar begin je heel goed en worden in de winterstop belangrijke spelers verkocht. Ja, wat dan niet echt adequaat ingevuld wordt. Ja, als je dan ziet dat je uiteindelijk nog Europees voetbal haalt. Misschien met hangenwurgen, maar uiteindelijk haal je het wel. Dus ik denk over die twee jaar, ook qua prestaties gezien, was gewoon erg leuk. Ik denk een mooie manier om af te sluiten. En namens alle fans denk ik wel dat ik je mag bedanken voor die fantastische goal. De nummer 1 in de ranglijst van 1000 goals in de Eredivisie gescoord door Heerenveen. Hartstikke mooi. De counter is snel. Roorda is op tijd. Bosveld kan het van heel ver proberen en doet het uitstekend. Die bal gaat erin. Wat een prachtige goal van Paul Bosveld.